Afgelopen mei, jullie hebben misschien op het nieuws gezien, werd de Russische atoomijsbreker Ural te water gelaten. Dat is de grootste serie van atoomijsbrekers, de eerste van 5 die gepland zijn. En dat ding is 160 meter lang ongeveer, heeft volgens het reclameboekje wat erbij zit 1300 kamers of net zoveel als 10 flatgebouwen van 9 verdiepingen. Kan 5 jaar varen zonder brandstof te verversen. En heeft een motor die wel zo sterk is als 75 Formule 1 wagens. En dat zo'n ding te water wordt gelaten, dat is niet, komt niet uit het niks. Want in 2017 heeft Poetin besloten dat de ontwikkeling van het Poolgebied tot de topprioriteiten van Rusland behoort. En een van de belangrijke aspecten daarvan is het ijsvrij houden van de noordelijke zeeroute. Dus de handelsroute over zee vanuit Azië naar Europa. Daarnaast heeft Rusland hele grote investeringen gedaan in de militaire capaciteit in het Poolgebied. Nou goed. Eind van, van deze zomer is er nog een ijsbreker, militaire ijsbreker, te water gelaten. En dat Rusland zich hier heel erg op focust heeft te maken met... sorry, ik ben ineens een beetje zenuwachtig. Ik zal maar even... gebeurt. Maar het geeft Rusland een belangrijk geostrategisch voordeel, omdat als er handelsstromen zo dicht langs hun gebied gaan, hebben ze controle ook over die handelsstromen. En dat is waarom ze het zo aan het verkopen zijn. Hè. Dus in dat reclamemateriaal zie je van het scheelt de helft van de tijd als je via de noordelijke zeeroute gaat ten opzichte van het Suezkanaal. Zo allemaal. Even zien. Nou goed. Het is duidelijk dat het veel meer gebruiken van die route een heel grote aanslag is op het milieu. Maar dat is natuurlijk geen onderdeel van de discussie. En de eerste reactie vanuit de Rotterdamse haven van een aantal jaren geleden was heel erg positief. Want die zeiden van, hè, als er meer handel vanaf, vanuit Noorwegen zeg maar, Europa binnenkomt, dan is Rotterdam heel goed gepositioneerd om daarvan te profiteren. Nou, Donald Trump wordt vaak weggezet als een halve zool die niet weet waar hij het over heeft. Maar als het gaat om het aankopen van Groenland, dan is dit een van de aspecten die daarmee te maken heeft. In eerste instantie gaat het natuurlijk ook over het feit dat Groenland aan het smelten is, dat er meer fossiele brandstoffen kunnen worden ontgonnen. Maar het gaat ook over de mogelijkheid om militaire bases te bouwen op Groenland, om zo de dominantie van Rusland te tarten als het gaat om Poolgebied. En wat dat betreft, begint er bij de VS een beetje in te dalen dat ze achterlopen ten opzichte van Rusland en China als het gaat om het Poolgebied. En Trump probeert dat in te halen. En dat wil dus zeggen dat hij niet blind is voor de gevolgen van de smeltende ijskappen, terwijl hij tegelijkertijd een klimaatontkenner is. Ondertussen hoorden we gisteren op het journaal dat er een recordaantal bosbranden is in Australië. Brandweer zegt dat ze het niet aan kunnen. Sommige gebieden kunnen mensen niet geëvacueerd worden. Wordt ze aangeraden om dekking te zoeken voor bosbranden. Hoe je dat precies doet, weet ik niet. Goed, dus wie dacht dat de toename van natuurrampen en de toegenomen intensiteit die we van die natuurrampen die we het afgelopen jaar hebben gezien, wel zou leiden tot automatische verandering en effectiever klimaatbeleid, die komt bedrogen uit. Rusland en de VS zijn geen uitzondering hierin. Je ziet hetzelfde met Bolsonaro en Brazilië, die eigenlijk wiens economische agenda is om de Braziliaanse economie heel erg te richten op export van grondstoffen, waaronder mijnstoffen uit het Amazonegebied, soja en dat allemaal. En dat is ook de achtergrond van het feit dat mensenrechten, milieu, bescherming van inheemse Brazilianen heel erg onder druk komt te staan meteen al in de eerste weken van zijn presidentschap. New York Times kwam vorige week met een artikel waarin ze voorspelden dat er een vloedgolf aan nieuwe olie aankomt.
Omdat Brazilië's olieproductie heel erg gaat opvoeren. En hetzelfde geldt voor landen als Noorwegen, Guinea en Canada. De grootste speler daarin is Canada. Die zijn bijna klaar met de nieuwe oliepijpleiding die naar Wisconsin gaat vanaf de teerzandvelden in Alberta. En die zal de olieproductie doen toenemen met 500.000 vaten per dag. Deze zomer kondigde Trudeau ook aan dat de capaciteit van een bestaande pijpleiding verdubbeld zal gaan worden. En dit alles ondanks het massale verzet dat er tegen is in Canada en andere landen. En ondanks de regelmatige olielekken met alle gevolgen voor het milieu van die. Trudeau zegt dat de opbrengsten hiervan gebruikt gaan worden voor de klimaattransitie. Dat is natuurlijk een mooie manier om het te verkopen. Bovendien zag ik dat een van de argumenten die wordt gebruikt in Canada is om te zeggen dat als er maar zoveel mogelijk energie wordt of fossiele brandstoffen worden opgepompt in Canada, dat het dan per saldo eigenlijk minder vervuilend zou zijn op wereldschaal, want anders gaan ze dat ergens anders wel doen. Waar kennen we dat argument van? In werkelijkheid is Canadese oliewinning uit teerzand een van de meest vervuilende ter wereld. Gisteren zag ik een stukje van Ludo Witte op jo.nl die zei van ja, eigenlijk gezien de klimaatcatastrofe en alles, zou er een VN-conferentie moeten komen waarin we gaan ontwapenen en alle investeringen in wapenindustrie gaan gebruiken voor de klimaattransitie. Maar ik denk dat wie de ontwikkeling een klein beetje volgt, ziet hoe verschrikkelijk utopisch dat is. En dat alle grote ontwikkelingen wijzen in de richting van minder draagvlak voor gezamenlijk klimaatbeleid en meer investeringen in wapens. Nou, ik denk economische en geopolitieke interimperialistische spanningen vormen de context waarin we dus in actie komen tegen klimaatverandering. En ik denk dat we daar rekenschap van moeten nemen als het gaat om het bepalen van onze strategie. En ik denk ook dat we moeten zien dat klimaatverandering zelf niet een externe factor is, maar een van de elementen in dat samenspel. Goed, sinds de crisis van 2007 en daarna is er een periode van economische groei aangebroken. Dat is heel erg gehyped dat zo zou zijn. Een van de dingen die linkspartijen heel erg opmerken is dat het niet ten goede is gekomen van gewone mensen. Maar ook als je kijkt gewoon puur naar de groeipercentages, dan valt het nogal tegen. Als je kijkt naar waar die economische groei vandaan komt, heeft het te maken met de manier waarop er om is gegaan met de economische crisis. Dus de Europese Unie is begonnen met het opkopen van allerlei schulden, het uitkopen van banken. En er werd allerlei gratis geld verstrekt aan financiële instellingen, met het idee dat ze die wel zouden gaan investeren in de reële economie. Nou ja, dat is niet gebeurd. Het werd gebruikt om te speculeren, om meer zeepbellen te creëren. En gewone mensen hebben hier de rekening voor betaald in eerste plaats, omdat ze te maken kregen met bezuinigingen. In tweede plaats omdat ze getroffen werden door allerlei maatregelen die de positie van werkenden ten opzichte van werkgevers verzwakten. En ten derde omdat er via de belastingen moet worden opgedraaid voor het uitkopen van de grote bedrijven. En daarbij is ook, als het gaat om belastinghervormingen, de druk veel meer komen te liggen op werkende mensen door bijvoorbeeld btw, indirecte belastingen, maar ook verlagingen over de afgelopen decennia van vennootschapsbelastingen. Goed, de kwantitatieve verruiming, zoals het wordt genoemd, dus het gratis geld voor de banken, kwam dus niet, heeft dus niet echt de reële economie op gang gebracht, maar wel voor groeipercentages gezorgd. Maar ten eerste heeft dat de reserves uitgeput en de mogelijkheden die ECB en andere en de staten hebben om nieuwe economische klappen op te vangen. Ten tweede heeft dat eigenlijk het zelfreinigende karakter van crisis geminimaliseerd. Omdat, lees Marx, het idee van crisis of waarom crisis een noodzakelijk onderdeel zijn van kapitalistische ontwikkeling is omdat het kapitaalvernietiging teweeg brengt
voor zorgt dat zwakke spelers onderuit gaan en dat er een nieuwe basis kan worden gelegd voor economische groei. Nou ja, dat is veel minder gebeurd sinds de afgelopen crisis. Nou goed, inmiddels lijkt iedereen het erover eens dat de economische groei ten eind komt. Je leest steeds meer over een nieuwe op handen zijnde crisis. En de tekenen daarvan zijn heel duidelijk. Als je kijkt naar de Duitse economie, die weer een recessie is geweest, wat altijd de sterkste economie, of niet altijd, maar in ieder geval de laatste decennia de sterkste economie van Europa is geweest. Maar ook bijvoorbeeld spill-off daarvan in de vorm van de ontslagen die nu dreigen bij Tata Steel in IJmuiden. Wat direct te maken heeft met het feit dat er minder vraag naar staal is vanuit de Duitse auto-industrie. Wat vooral belangrijk is, denk ik, als in het grote praatje, is de positie van de Chinese economie. China bleef in feite doorgroeien na de vorige crisis, dus niet in een echte crisis terechtgekomen in 2007-2008. En heeft daardoor voorkomen dat de vorige crisis uitliep op een algemene wereldcrisis. Nu zien we dat de groei in China, en dat is al langer aan de gang, maar steeds aan het afnemen is. Dat was eerder al merkbaar, bijvoorbeeld het feit dat de BRICS-landen, met name Brazilië, in moeilijkheden kwamen. Brazilië is een land dat erg afhankelijk was van het leveren van halffabrikaten aan China. Maar inmiddels zit de Chinese staat in een beetje een moeilijk pakket, want hoe kunnen ze de economie nog verder stimuleren? Eerder is er heel erg geïnvesteerd in allerlei onroerend goed. Er zijn allerlei spooksteden gebouwd. Er zijn, ik geloof in de afgelopen 5 jaar, 100 miljoen Chinezen verplaatst in door de staat geleide anti-sloppenwijken bouwprogramma's, die ook bedoeld waren om de economie te stimuleren. Dat heeft ook geleid tot toename van schulden van regionale en lokale overheden in China. En nu is het eigenlijk niet meer te doen om de economie te proberen te stimuleren met investeringen in onroerend goed. Er stond een interessant artikel in de Financial Times ergens afgelopen week, die een beetje de opties voor de Chinese economie liep. Die voorspelde China zal zich vooral gaan richten op het optuigen van nieuwe infrastructuur. Meer lange termijn strategie in het achterhoofd. Er zijn dit jaar 185 miljard dollar aan infrastructuurobligaties al uitgegeven door lagere overheden in China. En ik denk dat het punt is dat dit soort investeringen natuurlijk een economisch effect zullen hebben, maar niet op zichzelf voldoende zijn om een nieuwe fase van expansie te creëren. Nou ja, als je kijkt meer naar de wereldschaal, zie je dat de grondstofprijzen behoorlijk aan het dalen zijn. Dat de wereldhandel aan het afremmen is. En ik denk dat het dus veilig is om te zeggen dat we naar een volgende crisis toe lopen. En dat die crisis waarschijnlijk zwaarder zal zijn dan de vorige. Omdat ten eerste heel veel van het crisisbeleid in de vorige crisis ervoor heeft gezorgd dat de effecten daarvan vooruit zijn geschoven. En ten tweede omdat het erop lijkt dat de Chinese economie dit keer niet immuun zal zijn voor de economische problemen. Dat er nu wel sprake zal zijn van een echte wereldcrisis. Nou goed, deze hele situatie van de economische crisis vanaf 2007, maar ook de slechte economische situatie daarna, heeft ervoor gezorgd dat was niet echt nieuws voor staten. Ik bedoel, er is heel erg gehyped dat de economie weer zo groeide. Maar staten zijn gaan rekenen met een heel andere realiteit. Namelijk dat de economie er helemaal niet goed voor stond. En je ziet dat grote en middelgrote imperialistische machten steeds actiever zijn geworden en agressiever zijn geworden in het najagen van hun belangen. Dat gaat dan niet zozeer om directe economische effecten daarvan, maar veel meer over het versterken van hun uitgangspositie. Nou, een van de achtergronden daarvan is het einde van de Amerikaanse van de onbetwiste Amerikaanse hegemonie, laten we zeggen. Aan het eind van de jaren 90 waren de Verenigde Staten de enige overgebleven wereldmacht.
goed, dat veranderde eigenlijk al snel. Je kreeg eind jaren 90 de Project for a New American Century. Dat was een soort van lobbygroep waar heel veel toekomstige Bush administration mensen in zaten. Die zeiden van, we moeten ervoor zorgen dat de positie van de VS ook de komende eeuw dominant blijft. En we moeten onze militaire macht gebruiken om die economische macht te bestendigen. En de oorlog in Irak was daar eigenlijk de centrale middel voor. Het idee was, als we de controle krijgen over de olievoorraad in het Midden-Oosten, dan geeft dat ons een belangrijk wapen in de concurrentie met name China en Rusland. China is een land dat zelf heel weinig fossiele brandstoffen heeft, dus is erg afhankelijk van olie. Dus dat zou de positie van de VS versterken. Maar wat er gebeurde was dat de VS hun grootste nederlaag sinds Vietnam leden in het Midden-Oosten. En dat vervolgens ook nog eens de Arabische revoluties eroverheen kwamen, die ook de positie van een hoop Amerikaanse bondgenoten moeilijker maakten. En ook die Arabische revoluties zijn niet in een, zeg maar, een vacuüm plaats. Ik bedoel, Andreas Malm wijst er bijvoorbeeld op, dat is een Zweedse klimaatactivist, wijst er bijvoorbeeld op dat de opstanden in Tunesië en in Egypte ook iets te maken hadden met hogere voedselprijzen die weer te maken hadden met klimaatverandering. Nou goed, de verzwakking van de positie van de VS op het geopolitieke toneel heeft ervoor gezorgd dat andere landen veel agressiever zijn geworden en zagen dat ze met veel meer weg zouden kunnen komen. En ik denk dat de handels- of de buitenlandspolitiek van Trump echt een aanpassing is aan die nieuwe realiteit. Zijn strategie is van, we gaan niet meer proberen de politieagent van heel de wereld te spelen. We gaan via bilaterale verdragen de Amerikaanse belangen nastreven. America first, dat is zijn strategie. En dat is in zekere zin een aanpassing aan de nieuwe machtsverhouding op wereldschaal. Nou, Rusland is sindsdien betrokken geraakt bij het conflict in Syrië, is Assad gaan steunen. Dat is eigenlijk voor het eerst dat zij actief zijn in het Midden-Oosten sinds de val van de muur. China is heel erg actief geworden als het gaat om het opkopen van allerlei bezittingen en industrie in Afrika met name, waar de VS veel minder actief was. En is ook verder, maar ook in de Europese periferie trouwens. De haven van Griekenland is in Chinese handen nu. Dus op het moment dat de eurozonecrisis uitbrak, is China heel veel zaken gaan kopen in Europa. En is nu bezig met het One Belt, One Road project van een tijd, om de nieuwe zijderoute naar het westen aan te leggen. Dat is een heel groot handelsnetwerk waar enorm veel in wordt geïnvesteerd. Maar het is ook gedeeltelijk een militair project. Dus er is in Pakistan bijvoorbeeld is er een haven aangelegd, een militaire marinebasis aangelegd waar China een hand in heeft. Die erg in de buurt ligt van de Golf van Oman en dat is niet toevallig. Maar ook is China, ik denk vorig jaar of het jaar daarvoor, begon met de aanbouw van een basis in Djibouti. Aan het begin van de Rode Zee, wat dus een belangrijk punt is, omdat de Rode Zee loopt naar het Suezkanaal, dus dat zijn van de belangrijke handelsroutes. Nou goed, naast Rusland en China, wat natuurlijk de grotere spelers zijn, zie je dat kleinere landen ook veel actiever hun eigen belangen nastreven. Ik vond de Filipijnen wat dat betreft een opvallend voorbeeld waar Duterte aan de macht kwam. Filipijnen is heel erg een Amerikaans of op Amerika gericht land geweest. En die ineens zei van, nou ja, misschien als China me wat meer kan bieden. Die is veel meer aan het kijken, aan het shoppen van waar kan ik terecht. Iets vergelijkbaars zie je met Turkije, Saudi-Arabië, ook Iran. Die veel meer hun eigen belang aan het nastreven zijn. Dus ik denk dat als je kijkt naar de verhoudingen tussen imperialistische landen, dat de situatie veel minder lijkt op het soort van superpower imperialisme dat we kennen uit de vorige naoorlogsgeschiedenis. En veel meer lijkt op het traditionele imperialisme dat we kennen uit de periode in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Ik denk dat we in dat licht ook moeten zien hoe
moeten begrijpen waarom er in zoveel landen rechtse, conservatieve, autoritaire leiders op aan het komen zijn. Dat is het soort van politiek, dat politici dat past bij dit soort politiek. En ik denk dat die hardere opstelling van rechts, en dan heb ik het dus echt over, over mensen als een Duterte, als een Erdogan, maar ook als een Trump, dat ook de ruimte vergroot voor extreemrechtse en neofascistische krachten. Dat. Goed. Nou, ik denk dat dus dit een beetje belangrijk is om hier rekenschap van te nemen. Dat de economische situatie er niet goed uitziet, dat de tegenstellingen vergroot, welke het risico op oorlogen op langere termijn verhoogt. En dat is de context waarin we iets proberen te doen aan klimaatverandering. En ik denk dat het duidelijk is dat dat niet de context is waarin er ineens op een VN-conferentie wordt besloten van nu gaan we een eerlijke transitie inzetten of iets dergelijks. Juist omdat die concurrentie zo hard is. Ik denk dat we daar ons bewust van moeten zijn, maar ook dat we daar eerlijk over moeten zijn naar anderen, omdat er soms nog wel eens een soort van idee bestaat bij klimaatactivisten dat maar vooral dat soort illusies moeten voeden dat het uiteindelijk wel goed komt of dat we de politiek kunnen overtuigen om dit soort dingen te gaan doen. Volgens mij is dat een illusie. Maar dat betekent niet dat we pessimistisch zouden moeten zijn, maar dat we onze strategie hierop moeten aanpassen. Ja. Er zijn een aantal voorbeelden die wel eens worden gegeven om te onderstrepen dat grote transities mogelijk zijn. Een van de voorbeelden die dan wel wordt gegeven, onder andere door Jonathan Neal in een boek van ongeveer 10 jaar oud inmiddels, is de omschakeling in de Verenigde Staten naar een oorlogseconomie in de jaren 40. In 1942 werd de War Production Board opgericht, dat heel erg ging interveneren in de economie en de hele Amerikaanse economie heeft geherstructureerd. Zonder dat het de levensstandaard overigens erg aanpaste. Dat was een belangrijk element erin, denk ik. De productie van wapens en bevoorrading is toen explosief gestegen. 8000 militaire vliegtuigen die in 1940 werden geproduceerd naar 85.000 in 1943. Ander voorbeeld wat wordt gegeven is in Nederland in de vroege jaren 60 toen het Groningse gas werd ontgonnen en er in 5 jaar tijd een grote snelle overstap is gemaakt van kolen naar gas om op te koken en je woningen mee te verwarmen. 5 minuten, oké. En ik denk dat dat belangrijk is om dit soort voorbeelden te geven, want het laat zien dat er grote hervormingen mogelijk zijn. We moeten wel begrijpen dat dit in allebei voorbeelden waren waarin er hele grote belangen waren om dit soort veranderingen door te voeren. En als het om klimaatverandering gaat, ontbreken dat soort belangen. Ik denk dat we dit soort voorbeelden dus moeten inzetten om te laten zien dat het in feite mogelijk is, maar dat het niet gebeurt en om te wijzen naar de reden waarom het niet gebeurt, namelijk hoe kapitalistische macht werkt, dus dat winsten boven andere zaken gaan. Nou goed, wat betekent dit allemaal voor de klimaatbeweging? Ik heb 4 punten in 5 minuten, ik denk dat het moet lukken. Ik denk ten eerste dat er geen sprake van kan zijn dat we overheden of politieke partijen gaan overtuigen en dat ze dan vervolgens het goede gaan doen of iets dergelijks. De belangen van het bedrijfsleven wijzen helemaal de andere kant op. Dus de enige realistische strategie voor de klimaatbeweging is om zich te oriënteren op wat dan een klimaatrevolte wordt genoemd. Niet gaan polderen of iets dergelijks. Ik zag Milieudefensie gaat nu bij mensen huis aan huis om invloed te proberen te hebben op verkiezingsprogramma's, zodat het meer een issue kan gaan worden naar richting de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens mij is het een illusie om te denken dat dat een bindende strategie is. Ik denk dat we macht moeten gaan opbouwen op straat. Twee, ik denk dat we dat het ook betekent dat we een visie op verandering nodig hebben die uitgaat van wat nodig is, maar ook de belangen van de grote meerderheid kan verenigen.
op dit punt. Gewone mensen hebben de rekening betaald voor de vorige crisis, zullen de rekening gaan betalen voor de nieuwe crisis, hebben ook de rekening betaald voor het herstel. En als je kijkt naar wat liberale partijen voorstellen als het gaat om klimaatverandering, of bijvoorbeeld het klimaatakkoord wat nu aangenomen is of gepresenteerd is eind van de zomer, dat is echt het soort van typische liberale klimaatbeleid dat zit op het subsidiëren van innovatieve bedrijven en het extra belasten van de foute consumentenkeuzes. Dat is echt de ideale soort van klimaatpolitiek voor extreem rechts, omdat het heel veel gewone mensen heel terecht in het verkeerde keelgat zou schieten. Dus de uitdaging voor de klimaatbeweging is denk ik om een perspectief te ontwikkelen waarin niet gewone mensen ervoor op draven, maar onze levens werkelijk verbeterd kunnen worden. Ik denk dat een Green New Deal, zoals voorgesteld onder andere door Alexandria Ocasio-Cortez in de Verenigde Staten, zoiets zou kunnen zijn. Maar we moeten wel precies zijn over hoe je zo'n Green New Deal dan vormgeeft. Want het kan ook een middel zijn om tot een nieuw soort van illusoir reformistisch programma te komen. Die niet uitgaat van wetenschap, maar eigenlijk al een beetje wel concessies doet op basis van wat realistisch geacht wordt binnen de huidige krachtsverhouding. Ik denk dat we in plaats daarvan veel meer zouden moeten zoeken naar een socialistisch overgangsklimaatprogramma. En dat als een revolutionair middel te zien. Niet als een soort van een soort van alternatief voor een revolutionaire verandering van de maatschappij, maar eerder als een stap daarnaartoe en als een manier om dat meer concreet handen en voeten te geven en meer mensen te winnen voor zo'n perspectief. Vierde punt. Ik denk dat het belangrijk is dat we klimaatverandering niet loszien van andere belangrijke issues, zoals de strijd tegen armoede, de strijd voor democratie, de strijd tegen oorlog, tegen extreem rechts en de onderdrukking van gemarginaliseerde gemeenschappen, dan in het bijzonder indigenous groepen in het mondiale zuiden. Ik denk dat we telkens de werkelijke samenhang tussen dat soort issues moeten laten zien en die samenhang en ook de strijd tegen al dat soort dingen moeten omarmen. Ik denk dat extreem rechts voor ons in het bijzonder van belang is. Niet alleen omdat extreem rechts heel erg, ook in Nederland, erin is geslaagd om klimaatontkenning veel meer geaccepteerd te maken in de afgelopen paar jaar. Maar ook omdat het een fysieke bedreiging steeds meer wordt voor links en ook de klimaatbeweging. We zagen in afgelopen zomer al dat Anouna de Wever, zij is klimaatstaker in België, werd aangevallen met een vriendin op Pukkelpop door een groep fascistische aanhangers van het Vlaams Belang. En ik denk ook dat soort dingen goed, vaker zullen gaan gebeuren en dat de retoriek van partijen als Forum voor Democratie en PVV dat ook steeds meer normaliseren. Hè? Dus om de klimaatbeweging als een complot van George Soros, et cetera, af te schilderen. Wat er gisteren is gebeurd in Den Haag, ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar waar een bijeenkomst van Kick-out Zwarte Piet is aangevallen, een club van 50 à 60 fascisten, is wat dat betreft een teken aan de wand van hoe ver de extreemrechtse beweging al durft te gaan in Nederland. En ik denk niet dat we de illusie moeten hebben dat dit zich alleen maar beperkt tot anti-Zwarte Piet demonstranten. Dat wil zeggen dat we ons moeten oriënteren ook op... Ik heb iets meer nodig. Dat we ons ook moeten realiseren dat fysieke zelfverdediging op een gegeven moment een vraagstuk gaat worden. Dat antifascisme een van onze belangrijke speerpunten zou moeten zijn. En ook dat we de hand zouden moeten uitsteken naar elke groep die wordt aangevallen, omdat we nu al moeten gaan bouwen aan onderlinge solidariteit hiertegen. Maar wat ik wil zeggen over de samenhang tussen deze issues, kun je bijvoorbeeld ook denken aan wat er nu in Brazilië gebeurt. Hè? In Brazilië zijn er heel veel mensen over de wereld zijn geschrokken afgelopen zomer van de bosbranden in het Amazonegebied, de ontbossingspolitiek van Bolsonaro, noem het allemaal maar op. Maar als je kijkt naar wat er allemaal nu op gewone mensen in Brazilië afkomt, is het helemaal niet gezegd dat voor iedereen in Brazilië de strijd tegen klimaatverandering het logische beginpunt is. Ze willen abortus, zelfs in het geval van verkrachting bijvoorbeeld,
criminaliseren. Het is helemaal niet vreemd als voor heel veel mensen in Brazilië de strijd tegen voor abortusrechten het beginpunt van de strijd is. Democratie staat onder druk. Het is helemaal niet vreemd als voor heel veel Brazilianen dat het beginpunt van de strijd is. En ik denk niet dat we dan de fout zouden moeten maken om te zeggen van ja, maar het klimaat is uiteindelijk belangrijker of zo. We moeten herkennen dat het onderdeel is van dezelfde strijd. Om af te sluiten, dat brengt me eigenlijk op de opstanden die we over heel de wereld hebben gezien de afgelopen weken. We hebben in Libanon een enorme opstand gezien die nog altijd gaande is. In Chili opstand tegen het neoliberalisme. Ik denk dat we daar een heleboel hoop uit kunnen putten. Ik denk als je alleen al kijkt naar Libanon, hoe daarin het massale verzet tegen Hariri, Hariri is weg, maar tegen het regime, ervoor zorgt dat mensen veel meer verbanden leggen tussen allerlei verschillende issues. Dat iets is om heel erg, om inspiratie uit te putten. Dus het begon als een beweging tegen armoede en tegen corruptie. Maar Libanon is een land geweest van hele grote opgeklopte sectarische verdeeldheid die heel bewust overwonnen is door deze beweging. En een van de meest inspirerende elementen ervan is dat je in de afgelopen weken steeds duidelijker een feministisch element ziet in de opstanden. Heel fel tegengeweld tegen vrouwen. En ik zag laatst een filmpje van een hele groep Libanese vrouwen die schreeuwden dat het een feministische revolutie was die gaande is. En ik denk dat dit laat zien hoe dit soort massale strijd ertoe kan leiden dat mensen de verbanden leggen tussen dit soort issues. Dat een begin kan worden gemaakt met het opbouwen van een tegenmacht die nodig is om dit soort veranderingen af te dwingen. En ik denk dat als we serieus zijn over het stoppen van klimaatbeweging, dat dit het soort van beweging is dat we zouden moeten bouwen. En dat we ook bewust zouden moeten bouwen aan organisaties die zich daarop voorbereiden en die zich als revolutionaire organisaties organiseren. Dankjewel.